Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer iets leuks maken. We gaan aan de slag met mooie natuurlijke materialen. Ik heb een mooie ondergrond, een kokosnoot. Ik heb weer helemaal iets anders. Ik heb al eens een keer eerder iets opgemaakt met kokosnoten. Daar waren jullie heel enthousiast over. Was toen heel snel uitverkocht. Vandaag gaan we een mooie winterse versie maken. En dat doen we ook met natuurlijk steekschuim van Oasis. Voor de rest, de werking is eigenlijk hetzelfde als gewone Oasis. Steekschuim, alleen hij is bruin en biologisch. Goed om toch een beetje aan bij te dragen. Zo kunnen jullie kiezen wat jullie het liefst willen. Maar vandaag gaan we dus hiermee aan de slag. En ik ga jullie laten zien dat het eigenlijk gewoon precies hetzelfde werkt. Dus ja, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemissen.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Nou, genoeg verteld. We gaan gauw aan de slag. Ik vind het ook weer tijd voor een leuke winactie. Heb je meegedaan met de vorige winactie? Dan komt jouw naam misschien wel hier in beeld. Van harte gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen. En je hebt een cadeaubon te waarde van 15 euro gewonnen. Vrij te besteden in onze webshop. En dan gaan we vandaag ook een leuke prijsvraag doen. En de vraag van vandaag is: hoeveel jaar duurde mijn opleiding als bloemist? Ik ben benieuwd of jullie het weten. Goed, misschien heb je zelf al de opleiding gedaan en weet je daarom. Of misschien kan je het een beetje inschatten. Ik ben benieuwd of jullie het antwoord weten. Laat hieronder in de reacties weten en dan doe je al mee met de winactie. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Ik ga de Oasis vol laten zuigen met water. En dan gaan we hem vullen. Want ik dacht, volgens mij is een kokosnoot waterdicht. Want normaal gesproken zit er in de binnenkant natuurlijk het kokosmelk. Wat je er eigenlijk alleen uit krijgt door een gaatje in te boren. Dus ik ga hem ook zonder plastic gebruiken, zodat we hem helemaal biologisch houden. Maar wil je voor de zekerheid de extra folie tussen, kan je daar natuurlijk voor kiezen. Maar ik ga het vandaag niet doen, want ik wil hem helemaal, helemaal neutraal en biologisch houden. Goed, ik ga het steekschuim op maat snijden en dan ga ik hem vullen in de kokosnoot. Altijd belangrijk dat je de Oasis niet onder water duwt. Laat hem gewoon zelf volzuigen tot hij helemaal vol is. Dan heeft hij van binnen geen luchtbelletjes en neemt hij optimaal water op. Ook erg belangrijk. De kokosnoot is natuurlijk een natuurlijk product. natuurlijk. Dus elke heeft misschien een beetje een andere vorm. Maar je kan hem allemaal mooi neerzetten, want de onderkant is plat. Dus het is echt mooi als pot om neer te zetten. Ik wil hem vandaag een beetje in de winterse kleuren, dus in het wit, opmaken. Zodat je later eventueel wat kerstballetjes bij tussen kan doen, zodat het echt een kerststuk wordt. Maar voor nu vind ik het mooi om het nog een beetje neutraal te houden. Dat zullen jullie straks zien. Het zal een heel mooi apart stuk worden. Goed, het steekschuim is volgezogen, dus ik ga hem vullen. Zoals je ziet, geen luchtbelletjes, dus dat betekent dat hij mooi goed is volgezogen. Kijk, wat ik echt een voordeel vind van het biologische steekschuim is dat het bruin van kleur is. Waardoor hij niet afsteekt. Ook al zou je een klein gaatje hebben, je ziet er eigenlijk niks van. We gaan hem mooi meesteken met de pot. Ik steek hem dus ook mooi fijntjes op. Ik gebruik ook mooie bladmaterialen zoals eucalyptus. Ik vind het ook al wel leuk om een beetje nobilis grond te gebruiken. Om een beetje het winterse sfeertje te krijgen, maar nog niet echt een kerststuk. Ik doe het wel allemaal heel compact. Als je nobilis gebruikt, even de onderkant schoonmaken door de naaldjes eraf te halen aan de onderkant. Dan kan je hem er mooi compact en diep in wegsteken. Dan gebruik ik wat gipskruid.
Ik kan het op draad zetten, maar op zich is het niet echt nodig. Maar mocht je dat fijner vinden, dan kan je dat natuurlijk altijd doen. Dan heb ik een mooi wit trosroosje. Je kan ook gewoon een roosje gebruiken. Als je maar een mooi klein roosje kiest. Heel mooi dat romantische. Dan heb ik een mooi disteltje. Ook in het wit. Nu kan je zien hoe luxe het eigenlijk al lijkt. Ik vind het mooi om nog een beetje gips bij extra bij toe te voegen. En een klein beetje Silantia voor de kleur. Maakt het gelijk heel luxe. En ja, het is echt een plaatje. Kijk dan hoe mooi zo. Om het dan nog eventjes helemaal apart te maken, gebruik deze zuidwindlelies. Die steek ik te diep in weg. En dan laat ik hem eigenlijk meelopen met de bol. En dan zet ik hem aan de andere kant weer vast met een krammetje. Dan krijg je een heel leuk lijnenspel en maak je hem even net even iets aparter. Ja, je kan zien hoe luxe het stuk wordt. En dat doe ik op 3 verschillende plekken. Is, kan je even een extra krammetje gebruiken voor de stevigheid. Heel apart. En dit doen we ook met wat berengras. Kan je er ook een beetje tussendoor vlechten. En je kan hem eventueel tussendoor om verschillende buigingen te maken ook eventjes vastzetten met een krammetje. Prachtig hoe apart je maakt. Je kan ook nog wat vlechtwerk maken, maar ik vind het zo heel sierlijk en mooi. Ik denk dat het bloemstuk wel vanzelf spreekt. En ja, het is gewoon heel erg luxe.
heel erg leuk. Ik zal zorgen dat hij voor een leuke prijs online komt. Zodat je hem kan bestellen. Hè? Dus wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Ja, ik vind het weer heel leuk geworden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is weer eventjes helemaal iets anders dan anders. En heel luxe, neutraal, natuurlijk. En daardoor past het in elk interieur. Ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En je ziet mij de volgende keer weer. Doei!